Hallo, ik ben Michiel Boeren. Ik kom uit Zoutkamp. Ik vaar op de Zoutkamp 92 met schip. Een genadeschip. Vis op de Noordzee. En ik hou er wel van. Ik doe het samen met mijn maat. Alfred Buitjes. Ik ben 26, kom ook uit Zoutkamp. Ik ben genadevisser met Michiel Boeren op de Zoutkamp 92. En ik hou er ook wel van. mooi beroep. En ik wil niks anders doen eigenlijk. We varen wekelijks. We gaan zondags nachts weg, komen vrijdags weer binnen. Ja, we vissen dag en nacht door. En het verschilt erg. Het is nu zomer, mooi weer, stranden vol. En het slecht weer is minder leuk. Zwinters vissen we vaak in Denemarken. En nu gelukkig lekker dicht bij huis. Het weekend mooi in Zoutkamp, terrasje. Ja, dat is gezellig, hè? Ja, de taken zijn goed verdeeld aan boord. Michiel is de schipper. Die zit in de brug. Die bepaalt de koers waar we gaan vissen. Hoe lang we vissen. Ik sta aan dek. Ik verwerk de garnalen. Zorg dat ze gezeefd en gekookt worden. Daarna gespoeld. En in het visruim komen waar ze gekoeld worden. En als wij daarmee klaar zijn, gaan we weer naar Lauwersoog om de vangst te lossen. En op zoek naar de beste prijs natuurlijk. Want kwaliteit is Alfred, hè? Zeker, ik ben kwaliteit. Soms zie ik het wel somber in. Ik kom veel druk van buitenaf. Men heeft het veel drukker om gebieden te sluiten hier. Dus de mogelijkheden worden steeds beperkter. Ik hoop dat de mensen een beetje verstand houden. Dus wij doen in principe niks verkeerd. En als mensen misschien vaker mee zouden gaan of op zouden letten, of vissers zouden vragen wat ze nou precies doen, dan begrijpen ze misschien ook beter wat we doen. We zijn altijd open, iedereen kan bij ons aan boord komen en vragen stellen. En we willen ze graag beantwoorden. Ja. Nou, het werelderfgoed heeft op zich op ons weinig invloed. Wij vissen wat op de Noordzee in de gaten, in de zeegaten. Daar hebben wij dus weinig last van. De watvissers hebben nog wel gesloten gebieden. Maar dat was voor de werelderfgoed ook al van het geval. Dus in wezen hebben wij weinig last van het dat gebeuren. Maar ik denk ook best dat garnalenvisserij en sowieso de visserij best wel samen kan met een werelderfgoed. Want vissers zijn natuurmensen, die houden van de natuur, werken met de natuur, zijn altijd in de natuur en beschermen daarmee ook de natuur. Want ja, het zou dom zijn dat je natuur waar je zelf van moet leven om dat niet te behouden. Dus ik denk dat heel goed samen kan. En je hoopt natuurlijk dat je kinderen later ook weer vissen kunnen worden. Ja. Dus vissers zijn van hun eigen innovatieve mensen. Er is al veel gedaan om bijvoorbeeld vroeger de vis alles werd meegenomen. Nu hebben we een zeef in het net zitten. Dus grove vis dat zwemt levert dan weer op de bodem het net uit. Alleen de garnalen nemen we mee. Maar garnalen zijn er overvloedig. Het is net onkruid. Dus daar komen we nog niet vanaf. Nee, dat is onkruid wat niet verdelgd moet worden. Want het is hartstikke lekker. Het is het lekkerste onkruid wat er is eigenlijk.